Als ik jullie dan vraag, is er in dit gesprek nog iets waarvan je zegt, ja, dat zou ik graag nog willen toevoegen, dat is misschien wat onderbelicht, zou ik graag aan het eind van dit gesprek toch nog even de nadruk op willen leggen. Tineke, ik begin bij jou. Ja, nee, er is denk ik heel veel besproken. Wat iets minder aan bod is gekomen, is dat we natuurlijk weten dat we als Nederland groeien, maar zeker hier in de Randstad nog groeien, omdat we zoveel vraag hebben voor mensen die hier graag willen wonen. En dan zijn goed bereikbare plekken zijn super aantrekkelijk. Als je naar het buitenland kijkt, zag je dat de afgelopen jaren al heel sterk tot stand komen. Vlaardingen heeft ook meegewerkt aan de visie voor de Hoekse Lijn, het strandlijntje. Ja. Juist de kansen in de buurt van de stations bekeken. En daar kun je, als het gaat om het bedienen van verschillende doelgroepen. Want heel veel van die starters, die werken ook in de regio. Die gaan met het openbaar vervoer of met de fiets. En dat is dan een laatste pleidooi. Ja, ja. Goede verbindingen vanuit de verschillende wijken. Nou, naar de stations, naar de groengebieden. Maar ook, ik zat even te kijken van hoe fiets ik nou als ik vanuit het centrum van Vlaardingen naar mijn werk in Rotterdam ga. Het zijn misschien nog niet de meest aantrekkelijke routes. Dus heb het daar ook gewoon maar eens even over met de buurgemeente. Dat ook iets is wat als het gaat om woongenot. Ja. En als je niet meer wil dat iedereen in die auto stapt en dat we de halve stad moeten volbouwen met parkeerplaatsen voor al die auto's. Want dat is toch wel iets waar we heel vaak tegenaan lopen. Zeker, Rijmer, als het gaat om verdichting in bestaande wijken. Ik zou me als buurtbewoner ook best een beetje zorgen om maken van, kan ik dan straks mijn auto nog kwijt? Maar rijden we straks allemaal nog wel een eigen auto of niet? Ook dat hoort bij een toekomstvisie die kijkt naar die loopt tot 2040. Sluit ook mooi aan op wat mensen zeggen in de woonverhalen, die wij terug kunnen lezen op vlaardingswonen.nl. Dus dank je wel voor deze aanvulling, Tineke. Marieke, zijn we nog iets vergeten te bespreken van jij zegt, ja, dat wil ik toch nog even kwijt. Of ik wil toch nog ergens de aandacht op Volgens mij zijn we niet vergeten. Wat mij vooral bijblijft uit dit gesprek is dat we heel veel kansen zien. Dat we heel veel energie voelen. Dat je voelt de energie aan tafel. Dus ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, laten we stoppen met praten en laten we aan de slag gaan. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Maar ik ga toch ook nog even jouw medegasten het woord geven om toch nog een korte pitch te doen. En als u nu zegt, ik wil wel praten, want ik heb wel een toevoeging. Kijk dan even op vlaardingswonen.nl. Voeg het contactformulier in en reageer zeker op dit gesprek. En dan ga ik nog even naar jou wat ik ons als Vlaardingen eigenlijk nog mee wil geven, is dat er wordt natuurlijk de laatste tijd heel veel gekeken naar de grote steden. Dat het daar allemaal gebeurt. En ik geloof heel erg dat het de komende jaren heel erg gaat gebeuren in steden zoals Vlaardingen. Vlaardingen is een stad die heeft een bepaalde omvang, heeft de neiging om zo'n klein beetje een Calimero-effect te hebben, omdat je een kleine broer bent in de grote regio, terwijl je in de werkelijkheid een hele prettige, supergoed bereikbare groene stad bent, waar de wegen kort zijn, waar je dus iets met elkaar kan bereiken, waar je aan de slag kan gaan. En ik zou eigenlijk willen zeggen, Vlaardingen, maak je doelen groot, dan blijf je ze zien. He, dat is een goede tip om voor altijd in je achterhoofd te houden. Mooi hoor. Want je hebt echt iets in je mars en je kunt veel meer bereiken dan je denkt. Dus ik zou jullie allemaal willen oproepen om daar de schouders onder te zetten en er echt wat van te maken. Als mensen ideeën hebben, laat ze die vooral aanvullen. Dank je wel voor deze toelichting. Dan kom ik toch ook nog bij de woningcorporatie. Ik hoop niet dat Marieke het gras al voor je voet heeft weggemaaid, Mark. Heb jij daar nog... Het is altijd moeilijk als je de laatste in de rij bent. Ja. Maar de dingen die door mijn voorgangers zijn gezegd zijn toch wel inderdaad heel erg aanvullend. Dat vervoer, hè, dat gaat ook veranderen. Ik ben zelf een vervent fietser. Ik fiets altijd. Ik woon weliswaar in Rotterdam, maar ik werk in Vlaardingen. Het kan dus ook andersom. Dan gaat het inderdaad over routes. En juist ook die zachte lijnen in de stad. We hebben het ook over wandelroutes. Daar kan Vlaardingen nog wel op verbeteren. Gelukkig hebben ze in ieder geval de ambitie ook om fietsstad te zijn. Maar dat is weer een andere wethouder. Wat Marieke zei, klopt natuurlijk ook helemaal. Hè? Een klassieker in gelul kun je niet wonen. Dus je moet gewoon aan de slag met elkaar. En Rijmer, jij hebt ook hele mooie dingen gezegd. Dat jij zegt van ja, die compacte stad, dat gaat hem in de toekomst worden. Ja, verdomme, wat kan ik daar nou nog aan toevoegen? Ik weet even op dit moment niks, maar misschien moet je straks nog even bij me terugkomen. Ja, dat is goed. Dank je wel.
Ivana, als bestuurder van deze mooie stad Vlaardingen, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat wil jij nog meegeven? Wat wil je mensen, waar wil je mensen toe oproepen misschien als het gaat om iedereen op zijn plek en Vlaardingzone? Ja, ik heb nog één ding. Ik kom zo bij je. Ja, ja. Ik kom zo bij je terug. Krijg jij het laatste woord, Mark? Ja, dat eigenlijk niet. Hè? Ga maar eerst terug. Jij wil eerst terug? Ja, dat is aan mij voorbij, het laatste woord. Nou, gaan we terug. Ik ben een keer in Zwitserland geweest en daar... Ja. We hebben het nu over corporaties, we hebben het over markt gehad, maar je hebt ook nog tussenvormen. Collectief particulier opdrachtgeverschap, wooncoöperaties. Het zijn wel dingen die zijn benoemd in Nederland, maar er is nog te weinig mee geëxperimenteerd en het is nog niet van de grond gekomen. En bijvoorbeeld zo'n wooncoöperatie, die wat van mensen zelf is, nou, dat kan een knarrenhof zijn, die gewoon zelf hun woningen gaan ontwikkelen, natuurlijk weliswaar met professionals erbij omheen. Ik denk dat dat nog vormen zijn die waar in de toekomst ook nog plek voor is. Is dat dan ook dat project Steenvlinder, wat we bijvoorbeeld zien op vlaardingzone.nl? Ja, die doen dat ook. Ja, klopt. Dankjewel nog voor deze toelichting. Ja. En jouw laatste woord, Ivana, als bestuurder van deze mooie stad. Nou, eigenlijk het volgende. We hebben al hier een hele enthousiaste groep met mensen, maar ook zeker andere projectontwikkelaars. Iedereen praat mee, praat in de regio. Maar uiteindelijk is degene voor wie we bouwen, voor wie we ontwikkelen, dat zijn de mensen die nu zitten te kijken, die op zoek zijn naar een woning. Dus juist die dagen we uit, zoek ons op, praat mee, geef je woonwensen door. Want alleen eigenlijk, we bouwen voor jullie en jullie maken de stad. We zouden hier nog veel langer over door kunnen praten, over dilemma's, over keuzes. En ik weet ook dat de inwoners daar betrokken bij zijn. We hebben al diverse digitale dialogen gehad. Nu is dit een gesprek, maar ook u kunt daarop reageren. En dat kunt u doen door te kijken op de website vlaardingswonen.nl, waar we ook nog woonverhalen hebben geplaatst. Dus als u nu deze video kijkt op YouTube en u denkt, ik wil toch nog wel eens wat weten of ik wil reageren, kijk dan op www.vlaardingswonen.nl en geef uw reactie. En ik denk dat ik namens deze mensen hier spreek, dat als mensen dringende vragen of verzoeken of ideeën hebben, dat zij reacties kunnen plaatsen. En wij kijken hoe we daarop kunnen reageren. Want ik hoorde u net ook zeggen van blijf met elkaar in gesprek en laten we kijken naar kansen. Dus eigenlijk wil ik dit gesprek daarmee afronden. Samen kijken naar kansen en hoe we iedereen op zijn plek kunnen krijgen en een woonplek kunnen krijgen voor iedereen. En ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw deelname aan dit gesprek. En de mensen thuis die kijken, geef vooral ook uw reactie. U mag het eens zijn, u mag het oneens zijn, maar we horen het graag van u. Want het zijn interessante gesprekken die bijdragen aan de toekomst van wonen in Vlaardingen. Dank u wel voor dit gesprek.